Kijk wat mama heeft voor jou. Oh. Zo, gaan we krijgen? Zo snijden. Zo. Zie je? Zie je? Zie je? Ja, goed zo. Zo. Ja. Kijk zo, lieve baby. Hey, mama, Kijk, mama heeft een roos gemaakt. Ik heb net heel wat boodschapjes gehaald. Ik ben nu sperziebonen aan het maken met aardappeltjes. En krieltjes. Met aardappeltjes en krieltjes. Met aardappeltjes en vis. Ik heb wasjes gedraaid. Vandaag zijn ze begonnen met de reparatie thuis van de lekkage en alles. En yes, eindelijk vooruitgang. Vis is ook bijna klaar. Nou, deze is voor Aroi. Een lekker stuk vis. Dan ga ik even een beetje prakken voor haar. Lekker een lunch gemaakt voor Neil. Helemaal, het is vandaag woensdag en ik ga gezellig met Aroi naar Capelle toe. Naar mijn ouders met de metro. Zo goed? Hebben we weer een nieuwe schoentje gehad van Nanny? Hallo, pas op. Tia is gekomen! Tia is gekomen! Nanny gaat kijken of jouw schoenen goed zit. Hallo, Tia, kom! Ga lopen, Nanny, kijk of jouw schoenen goed zit. Ga lopen. Kom! Baarkatwijs hebben. Zo grappig, dat hondje van de buren die ontsnapt steeds en dan komt hij met mijn ouders naar binnen. Pieltje, Piel. Pila. Wat heb je gemaakt? Doe voor Pila, waar is baby, waar is baby? Ga je Pia eieren? Pia, kijk. Waar is baby? Hier is baby. Hier is baby. Kom Pila, kom. Gooi. Dat is niet gevaarlijk. Dat ben je niet aan het koeien. Nee, Pila. Dat is gevaarlijk. Hey allemaal, het is vandaag donderdag en ik ben super vroeg op. Ze zijn al een aantal dagen bezig met het repareren van de lekkage. Ze hebben, even kijken hoor, de lekkageplekken die in de woonkamer zichtbaar waren bij de lamp weggewerkt. En ze hebben vandaag de douchebak vervangen, morgen komt er iemand kitten. De kamer wordt opnieuw behangen, ze gaan ook de vloer vervangen, dus ja, hoop werk aan de winkel, maar gelukkig zijn ze al begonnen. Ik ben super blij dat er in ieder geval vooruitgang is en dat het allemaal vergoed wordt en zo. Aroi en ik gaan nu richting Monkey Town. Vanavond moet ik oefenen met de band. Aroi gaat bij Niels ouders slapen later. Want morgen heb ik ook nog een interview bij Amor in Rotterdam. En zaterdag optreden, fanclub party van de band. Super leuk. Dus waar gaan we? Springen. Waar gaan we springen? Bij? Springen bij Monkey Town. Monkey Town. Ja. We'll be right back.
even lekker zeg. Super heet. Het is eigenlijk voor die ballen uit de ballenbak. We zijn bij Music Lab en Selecta gaat eerst een stukje klippen voor dit nummer wat je nu hoort met Kayente en Irfan. Voordat we gaan oefenen. Het is vandaag vrijdag en ik ga even wat boodschapjes halen en koken. Vandaag was ik alleen thuis. Ze kwamen 's ochtends vroeg de douchebak kitten. Morgen mogen we hoogstwaarschijnlijk douchen. Dus daar ben ik super blij om. Aro hier is bij mijn schoonouders. Die gaan we strakjes ophalen. Maar eerst gaan we dan, als Aniel thuis is, eten. En dan door naar een interview bij Amor FM voor de radio. We treden morgen op tijdens de fanclub party van de band. En daar gaat het interview eigenlijk over. En ook over ons als artiesten. Zo, ik heb me even omgekleed. Gekookt, boodschapjes gehaald. Ik heb broccoli gemaakt en champignons en kipschnitzels. Dus we gaan nu even eten en dan richting Sparta Stadion. Daar zit Amor FM en dan live te horen op de radio. Nou, de main star arrived. Mr. Kieran Kedar, de grote man van de avond. Hij gaat zeker klagen als die camera gericht is op hem. Je gaat zien. 3, 2, 1. Zie je? Ik zei het hè? Het is een special invite voor Aniel gewoon. Gaat zien dan. Zo officieel. Bruiloft van Kira. Leuk man. Oké, kan beginnen. Nou, Romila en ik gaan beginnen. Hé, hey, hoe oud is je dochtertje? Wat hè? Hoe oud is je dochtertje? 2,5. Ja, toch? Het is alweer 7 jaar geleden, denk ik.
Doe dat toch niet? Goed mensen, 10 minuten over 7 hoort je lagen. We gaan interviewen in het jaar heen. In verband met de, morgen de hele mooie party in Zaal de Dulari. Nog later, weet je. Maar het hangt van de gezelligheid. Klopt. We komen sowieso al met een hele gezellige groep. Want alle muzikanten die aanwezig zijn, zijn sowieso al gezellig. En dan hebben zij nog een aanhang. Eentje die staat hier zo, gezellig hè, Ashwin? Ashwin Lashman. Dus die neemt ook zijn aanhang mee. Ik heb voor morgen één keer gezien. We gaan met een belaring. Ik heb een Amwa binnen. Amwa, ja, A-M-W-A. En dan volgens mij gewoon zaterdag, dan vindt hij hem vanzelf. Dan ligt het dan naar Moa, ligt hij, hè? Ja, zaterdag. Dan ga ik een hele mooie nummer. Ik heb het voor Puranwege zaterdag gedaan. Toch wel, ja, een aantal jaartjes oud. Wat een mooie hit, hè? Het is een hit. Ja. Tijdens optredens, ja. Dit is Sadhana Lila, zangeres van de formatie To Famous. En Sadhana Lila zit hier in ons studio en we gaan met haar even wat vragen wat het morgen gaat gebeuren in Zaal Dulari. Sadhana, een hele goede avond. Goedenavond allemaal. Ik waardeer dat je hier bent gekomen in Amor FM. Ah, dank u wel. Voor een interview dat het morgen gaat gebeuren met het line-up. Leuke line-up, het gaat gezellig worden. Ja, Zaal Dulari, ik kan niet wachten. Ik heb er ontzettend veel zin in. Lekker weer, Sadhana. Het wordt dat echt spannend, weet je. He, met die lekkere bandjes, mooie ja, bandjes. Ja, dat denk ik en, ook. En bij Tegana wie? Bij Tegana is onmisbaar, zeker. Ja, ik ben er gek op. En onze aanhang ook. Dus ja, onmisbaar. Sadhana, heb je ook al een nieuwe clip of een nieuwe nummers al beneden? Ja, we zijn bezig met de White Album. Die is net af. Die gaan we binnenkort uitbrengen. We gaan binnenkort ook toeren in Suriname. Vandaar dat we ook de White Album daarvoor speciaal hebben gemaakt. Mijn nieuwste nummer is een mashup. En daar hebben we ook een clip voor gemaakt. Die komt binnenkort uit. Dus ja, ik ben echt excited. Ik ben er heel trots op. Ik kan niet wachten tot die uitkomt. En ja, er staan heel veel leuke nummers op de White Album. En wie weet dat we morgen een aantal van die nieuwe nummers live gaan doen. Dat hoor ik graag. Ja, ik heb een mooie line-up. Dus zeker hoe ik het ga doen. Ja, ik ga nog niet te veel verklappen. Maar alle bandjes hebben wel wat leuks in petto. Dus, verrassing voor de bezoekers. Het is een verrassing, klopt. Dus ik nodig iedereen hierbij uit om langs te komen. En ik hoop jullie echt allemaal te zien. Alle fans, aanhang, supporters. We gaan trouwens ook kaartjes weggeven strakjes. Okay. Maar daar hoor je nog meer over. Dus het gaat echt heel leuk worden. Goed, Sadhana. Ja, toch? Morgen op podium. Dit is Sadhana Lila, Sadhana Lila, morgen live on stage in Zaal Dulari. Goed, we hebben in de studio meneer Sadhana. Alle fans, iedereen, alle aanwezigen die morgen komen. En ik hoop gewoon dat iedereen gaat komen morgen Dulari. De band fanclub party. Dus iedereen die fan is van de band, maar ook van Too Famous, Bait Paul, iedereen. Maar voornamelijk van de band, iedereen aanwezig morgen in Zaal Dulari. En kom op tijd, want jullie gaan heel veel missen. Ik wil niet horen morgen of overmorgen van ja, ik heb het gemist, dit en dat, het was zo gezellig. Dus iedereen aanwezig, iedereen gaat meedansen, meeswingen gewoon met de band Too Famous, Buitengewoon. Amit Sugulam is ook van de partij. Ja, maar het is een heel mooi gezegd, maar ja. Netjes. Yes. Maar er staat bij hem, hij is Amit Sugulam. Amit is bandleider, zanger van de formatie, Buitengewoon. Amit, goedenavond. Goedenavond. Sap kaisa hai? Sap mooi hai. Toch ook bahut drukker hai, na? Bahut drukker. Mooi ki sabhe banaye kahele aaj. Kijk, ik kan het je wel eens
party van wel in Saudi-Arabië, hè? Sowieso. Omdat je bent met de eigen band, Beetje Power. En je hebt ook gastzangers die samen met Beetje Power die bij jou, hè? Klopt. Het is wel eens van een geloof dat is het, toch? Nou ja, deze is Apoyane, 21 juli, dus morgen. De band fanclub party in Sal Dulari, Dulari hoe ik op wap zeker zou ik het jij aanwege met de band natuurlijk hier en daar, ook een hele crew. Hi boy, in plaats van Didi Anjana, zei DJ Anjana. Ze komt draaien morgen. Anjana komt draaien morgen. In de mensen moeten bellen. Oké. Goed mensen, 0-10-2-4-4-7-2-5-0. U kunt bellen, u krijgt gratis dat per bellen, krijgt maar één keer. Dus, als je op de kerkpartij hier alleen naar Jana hebt, dans kan je, ja, kan je, dan op de phone kiezen op 0-10-2-4-4-7-2-5-0 per. En dan kom je daar echt een gratis ticket. Hier een kindje, Kimona. Swami Gampar. 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 Jij moet gaan presenteren, gek. Jij moet echt gaan presenteren, gewoon. Ja, hè. Eigen show, weer een show. Zijn eigen club optreden in Dulari. Ja. Dus vele verzoek, aanvraag, overal waar we spelen, volle bak. En we hebben dit keer besloten een eigen party te geven voor al onze fans. Met onze eigen broeders van Too Famous, Riders, Bite Power, Didi Anjana, Pramila Chanderboos, DJ Sunis, Jack Waki Toussaint. En friends. Ik heb een beetje een van als je volgende keer met jou gaat staan, dan moet mijn band ook dragen. Ik heb een beetje 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 een. Ja, wat weer is eigenlijk onze kartoe afgelopen, want het is gaat echt vol worden, want Kieran ke fans zijn, Dulari van ze kan. Dat is heel mooi. Kieran ke fans, dat is heel mooi. Dat is heel mooi. Dat is heel mooi. En Amit en de rest, die is iedereen weet toch. Dus, alle toppers bij elkaar. Ja, dus. Maar goed, helemaal. Y ya ahorita que mi yo tenéis gel de caña. Mate, claro. Thank you. Zijn aan de kippen van 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 de kippen. Leuk man, het gaat echt gezellig worden. Ik heb er zoveel zin in. Hey, het is vandaag zaterdag. Ik heb lekker kip in masala gemaakt. Met de bruine bonen. En worteltjes, peentjes en rijst. Wauw! Echt mooi. Hey allemaal, dit is mijn look voor vandaag. We zijn aangekomen. Ja. Tijd voor de soundcheck. Dus we gaan naar binnen. We moeten kijken hoe daar.
Ik wil alle bezoekers bedanken. Dit lijkt me
Oké, ik wil alle bezoekers bedanken die mij waren voor jullie aanwezigheid hier. De band, fanclub party. Het is hier hartstikke druk. Eerste de band, fanclub party hier. Ja? Dus, applaus voor jezelf. Het is alweer 5 uur. Sherwin heeft me net afgezet. Ik ga lekker mijn nest in. Zo leuk. Ik ben op televisie. Op RTV 7. Dit is dus het interview van Pariksha TV. Ik maak altijd al video's. Ik ben wel zaterdag. We zijn even in Spijkenisse Centrum op zoek naar een restaurantje om wat te gaan eten. Nou, we zitten bij een superleuk Grieks restaurantje en we krijgen als eerste ouzo. Dus ik ben benieuwd man, het ruikt een beetje naar drop. Hij is totaal 40, hij is nooit naar buiten gekomen. Hij is binnen 2 jaar is er 2 keer in de middag naar buiten. Veel rook. Je hoort hem echt bij iedereen afgaan. Ja. Maar waar is dat op Hemertstraat? Zo, nog even een lekkere lunch voor een nieuw gefixt voor morgen voor op werk. En dan sluit ik bij deze de vlog af. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, commenten en abonneren.